Altmeisters numero 2. Oh. Hey, zijn we durf, hè? Ja, ja, ja. Veel plezier, hè? Hey, Anne. Je moet toch wel voorzichtig zijn. Dat is wel lastig, hè? Ja, ja. Bedankt. Niet lastig, hè? Dag, Anne. Doei. Ah, joh, als je tegen 140 uur, dan doet dat wel niet, hè, man. Strek, glijdt hij gewoon over de autobaan, denk je. Wat denk jij? Ja, dat weet ik niet. Zo zal het zien. Ik zit aan het denken, die hangt meer dan rechterover. Ja, hangt rechterover. En al die zware botten zitten van achter. Ja, de vissen zitten al te knoeften. Ja, dat is goed voor druk op voor achter. Ik heb gewoon zo'n visje van. Zie je dat? Precies, een gast van Temptation, hè? Dat je van veel anders te veel van voor hangt. Die kunnen eigenlijk al een beetje hier hangen. Ja. Maar al het gewicht zit van achter. Misschien moet ik toch proberen van die botten een beetje van voor te steken, of zou je dat niet opmaken, denk jij? Nee, want jij hebt achter straks, hè? Ja, maar nee! Dan is het zelfs beter dat ik het gewicht van achter zet. Ja, ja, dat wel, maar voor de wind, hè? Of wat dat niet veel doen, denk jij? Voor de wind mag dat niet. Oké, dan zijn we weg. Dat is achtertraks, hè? Achtertraks. Precies, het geen achtertraks, maar ik heb wel, hè, mooi. Een dikke toelee bobslee. De vis met zijn ringbaard. Ja, dan zijn we weg, of wat? Oh, nee, nice. De Arne zonder baard. Hey, wacht, nog niet vertrekken, want ik hang er nog half uit. Hè. Ik stap dan in, hè. Ik denk dat wij ze rap muur naar de Donald moeten houden, Jan. Hier, hè, Jan, hier. Welkom. Welkom in Brabant Kut. Ah, zie. Hey, wat is dat hier van de show eigenlijk, Jan? Ik kan enkel baar met kaart, dus ik moet ook die hebben dat je mee dan meer dat je mee in zijn verkeerde kant stond. Ja. Oh, joh! Hé, wie is er hier, joh? Dat zijn al kombolsvrouw, 5 en eens. Ja, rij maar vooruit. Zelfde! Dankjewel! Yo! Die zijn zo vriendelijk! Ja joh, en nou, dat bordje is gemist en zo. Oh, daar, dat bordje. Nee, dat is toch. Ja, Duitsland! Licht- en luchtpollution, jongen. Echt bij de Duitsers hier, jongen. Ik denk dat ze hier weer een nucleaire duikboot aan het maken zijn of zo, hè. De Nazi-basis hier, jongen. Ja, 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 hier de Bay Arena. Ik had ergens prospecteren. Ja, maar dat moet schrijven. Hé, hey, wie is de praline, ja, met zijn vrouw in de Sint Pauli, hoor. Ik kan wel allemaal bijleggen. Dat mag niet s'nachts. Je moet dat niet meepakken. Oh man. Oh, dan moeten wij dat toch morgen vroeg kopen. Dan moeten we dat hier op drinken, of wat? Wat is hier? Big pack, jongen. Eentje voor de avond. Ja. Ik kom wel een beetje ja.
dat hoeven wij hier niet, hè. Dat is schot van Jelme nog. Hoe wij dus nog rijden tot aan de skilift, vissers? 165 kilometer aanschuiven tot aan de skilift. 165 kilometer hier. Daar staan ze al aan de schuivies, hè. Allee, ja, het is daar weer, hè. After a long drive with 165 kilometers of traffic and numerous stops at McDonald's for cheap burgers and free shitting, our friends arrive at their apartment. This building, however, seems to be built by the Führer himself. Finally, the time has come to go skiing. Straks op aan met de vis. Hey, the only way is up, hè. Oh. 20 centimeter. Dit is zo volgest vis. Ja, ik ben niet 100%. Hè. Hey, maar zijn er wel 100% klein voor, of niet? Ook niet, hè. Dan heb je iets naal aan het schweren. Ik heb jij gepakt, jongen. Ja, nou vooral zo dat ding. Ja, wel nee. Hij teugt er nog eens van, Jan. Deze teugt er van, Jan. En goed uitblazen, hè. Voor de show. Hey jongens, jongens! Cheerio! Cheerio! Jongens! Oh! De vis in een tunnel! En verte! Hoi, 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 hoi! Hey vissers! Hey vissers, op hoeveel staat een teller? Cheerio! Ja, maar zit daar voor een kop zo. Allee! Doe echt van vertrouwen. Allee! Ja, want dat is deze die was ook al tweedehands dan of wel? Ja, hey, de vissers lusten weer geen bier. Wij zijn al wel klaar. En de vissers die lusten weer geen bier. Kijk, de vissers. Van de morgen. Die is goed smurren. Goed smurren. Vissers, we gaan... Hey, we gaan te schieten voor een meisje. Ik wil bier te drinken hier. Tony, 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 Tony,
Beerten. Ja, man. Oh, dat is er echt ingezoomd. Arne, shoot die blikken even. Nee, we gaan straks. Leg even door een DM. Houd even door een DM. For size. Open die terminal. Blik for size. Dik for size. Ah, oké. Okay. Het zal wel goed zijn zeker, hè? Wat gaan we er nog bij doen? Hey, dat is precies flambage, flambage, jongen. Fuck. Collateral damage van die pan, jongen. De backlog is raar, denk ik, man. Nee. Dat moet je zo klein maken, hè. Oh, tee. Van die aardmot bij voor het zout gehaald van hem. Hey, dat gaat wel goed worden, denk ik, hè. Dat is echt raamgut, maar dat is hier, dat schortje aandoen, dat slaat ik hier. Moet ik dat bij jou gaan aandoen, man, hier. Ik ben bezig, hè. Het is niet echt een pinch, de vissers. Oké, is een beetje dan. Luister. Oh, liters bier. Biri. En hij trekt hem helemaal leeg. Hij trekt hem helemaal. Vissers, je hebt geen zout, Jan, bij de gedaan. Je zoutnoten in het water gedaan en heb terug uitgevist. Ja, moeten we draaien? Draaien? Nee, die grootste. Jawel, hier. Hij gaat of niet? Nee. Ja, dat is wel een pak ranzig ook, dat ding, man. Ja, kom, we doen wel gewoon op een tweede, of wat? Ja. Ik wil volgende keer dat ik mijn eigen blik op me meten, dat we tenminste gewoon een bier kunnen drinken, like normaal mensen. Ah, ja. Dan heb je dat ranzig blik. Ja. Ja. Oh, die van mij is vooral als ze gaat open. Oh, zoek je gewoon. Wat is dit? Dat is echt niet lekker. Oh, my man. Oh, dat is lekker. De baard gaat er helemaal aan. Straks zit het putje dicht. Haha, laat hem maar wel lopen. Kop er maar uit, jongen, die dingen. Zo, een tjoeper uit. Hier, de vissers met zijn backbeest. Dat is echt een monster, jongen. Om precies nog al wat af, jongens. Ja, nog altijd aan het krabben, jongen. 2 meter. Terwijl ik weg was, wou jij juist uw Piet ontscheren, denk ik. Ja, nee. Nee, ik moest daar helemaal. De toon had nooit zo veel staan, denk ik. Weet je dat de toon mee op ski gelof ging? Amai, jongen. Ja, dat weet ik precies nog. Dat is al was ook nog zo'n maat van de toon bij. Ik weet niet wat het noemt. Ja. Die dat lijkt op Sydney van Temptation. Ja. Lekker pik. Ja, dat is met 12 poorten, man. Dat is echt adapter, joh. Maar dus gewoon een crème cake.
te vies. Moet nog even in de spiegel gaan kijken, Speed, want zijn haar ligt nog niet zo strak bij. Close-up, close-up. Ja, ik kan eerst mijn haar doen, hè. Allee, vies. Oh ja, omdat de vies... Oh ja, ziet, 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 ziet. Hier, daar komt. Mij is weer aan het sleuren, zo. Nazeeuwer. De schöne Tom met zijn grote braadworst. Oh, heb je dat t-shirt nog kopen? Nee. Oh. Als je bijbeuren geeft, wil ik hem rustig pakken. Bijbeuren, dat is meer dan goed, hè? Ja, jongen. Black skin. Day 1 was a huge success. Time to get a few hours of sleep and get ready for day 2. Wat een kerst, jongen. Wat een nachtlamp, man.
Wat een echt man. Hey, opstaan, hè, man. Ja. Het is 7 uur, hè, man. Is de wekker al afgegaan? Ja. Hey, vissers, opstaan, 7 uur. Hey, ik denk dat ik vandaag niet meer zoveel mag slapen, hè. Die voet. Schiet daar, man. Een beetje boter, of niet? Nee, om geen boter, man. Nee, maar die vul je het niet hebben. Nee, om geen boter. Nee, ik kan niet direct in slaap vallen. Ik heb 2 uur nog gezien. Maar je bent nog aan het gamen geweest misschien, of niet? Ga je nou niet meer skiën, of wat, Vies? Ik denk dat ik vandaag pas... Sier, of? Geen goesting, of? Ja, sier. Niet mee gediend. Ja, ja, ja. Zijn we nog misselijk? Ja. Ron Jeremy. Ron Jeremy. Ik hoor de vis filmen, maar hij is er weer niet bij. Oh, joh, die view, en dan moet ik hier zo. Oi. Van Berten is precies weer niet geer bij vandaag. Van Berten is er niet geer bij vandaag, joh. Nice crack, man. Hey Bert, zet hem eens aan de lippen, hè. Cheerio. 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 Hut. Shotje. Hé, hey, homo's!
Nein. Cheerio, proost. Proost. Ja, zo goed als af. Ah, dus jij bent de hele week, jij bent niet in de raas. Nee. Dat is, ah, yes. Ah, ik kan nog wel een paar dagen nog wel even moeten... Wat zeg jij nou? Jij moet gewoon skiën. Ja, tuurlijk kan ik wel skiën, maar... Oh, zeker? Moet nog wel een paar dingen overlopen. Dat kan zondag in zaterdag even opwakken. Jongen, die laptop die past, die laptop past niet op mijn scherm, joh. Dat is echt een joekel. Oh, maar je hebt zweetswoksels. Oh, zweetswoksels. Ja, dat gaat niet mee. Niet maak, man. Ja, knalt hem op. Oh, knalt hem niet. Ja. Houd hem vast, hè. Ja. Ik red hem. Ah, ik dacht maar dat je het zo ging doen. Ja, en dan ook leeggoed op verliezen, vis. En een leeggoed op verliezen? Ja, jongen, dat pakt hem niet aan. Dat had gewoon een deur dat er een pot bij zat. Is anders verbaasd. Dieper, Jan. Oh, joh, gek op die. Nee, met zijn benen zijn we niet gestrekt, hè. Dat is niet gestrekt, hè. Nee, dat is niet gestrekt. Jawel, dat is wel gestrekt. En ze biedt je vijf in zijn mol. Ze biedt de vies in zijn mol, hè. Damn. Ja, zo is het wel goed, zo, jongen. Godverdomme. Hé, ga je nou nog eens hier een drinkje, omdat ze misschien nog eens goed zijn, ja, voor de aftermovie. Ga je nou nog zo'n botermelkje zo drinken, jongen? Hé, wat denk je daarvan? Ja, laat maar zeggen, jongen. Kom, jongen, we gaan nazi-schatten zoeken aan de zolder, jongen. Heb je boterbiertje? Glijdt zo naar binnen, joh. Hey, zo dan wel opkrapen, jongen. Oh, de schaafladder, jongen. Hij doet het licht maar aan, joh, want... Had er nou echt neonazi schatten liggen, hè. Hij werd echt goddelijk, jongen. Ja, kom, klikt hem er maar in. Oh, dat is echt een neonazi boekje, hè. Is die camera eens? Dat is een neonazi boekje. Oh ja, wat is dat? Een nazi... Oh ja. Een nazi printmachine, hoor. Nog niet dat we kunnen gebruiken, of niet? Nee. Ah, fuck ja. Gooi me dicht aan, hem. Ja, het staat erop, zo. Bertie, voelen wij niet koorts, of hè? Ja. En jij hebt daarvoor opgemaakt? Ja, precies. Ziet er echt lekker uit, man. Volledig een outfit. Oh. Kebab. Ja, wat grote galet is een man. Oh. Ik denk dat bij jou het vlees op was, Bertie. Ik ben er wel een pannetje of niet? Ik zal wel even een halletje. De beun doet hem niet, hè? Is nu jaren bij. Hé, hey, we hebben volk, hè? Ja. Hij maakt elk jaar zijn film en dan slag ik neer. Dat is hier toneelvaart, joh. Ja, toneel. Bert, dan ben jij zo een treinenbol weer even of zo. Ja, van een bike. Ze aan het gaan maken. Oh, dat is niet al.
kom aan. Flesjes. Cheerio, cheerio. I am still fouls. I'm the only one who's still fouls. The rest all want my thing. Again. So, now we do. So you're gay. Tang. Oh ja, Adwoendum, of wat? Adwoendum. Oh! Oh no! Oh no, zeg, Alayam! Sorry. Oh no! En gingen jullie niet samen een kamer delen? Ik had er mee, hè? Vrouwenkemoos of echt mannenkemoos? Mannenkemoos. Hé, jongen, wie zijn zus seks gaat mij loren? Ik zit er zat om zich te hebben, nou, joh. Ja, maar ik kan er wat van. Hoe gaat dit? Hey. Dat is de eerste keer dat een vrouw zegt tegen mij, want het geeft van mij de rug. Ja, ik ga slapen, joh. Nou, nee, man. In Engels, dat is aan de vissers. Ik ben het oude mondje. Rar. Vissers. Ja, ik ga morgen skiën. Ja, de vis gaat morgen skiën. Ja, dat weet ik nog niet zeker, nou. Zo momenteel. Another epic day came to an end. Without good reason, Davis decided to stay in the apartment today. He does not like tasty milk rolls in the morning. The other boys made some woman friends who invited them to their apartment at night. Unfortunately, the Germans invaded and ruined everything. This time their target were the woman friends. Also, Davis was attacked for some baddie boy gay sex. Je zit met eczeem af mijn ding. Maar dat stinkt echt al. Maar ja, stinkt echt. Dat is junk. Kun jij slapen? Dat is een normaal. Oh, is dat de vieste geur of oude geur? Dat weet ik niet. Je hebt zelf een haar gehoord. Je hebt zelf een lange voor in de kamer, hè? Ja. Wees er gewoon onderbroek kiezen. Nou, kom, waar mogen ze kiezen? Ik kan niet recht komen, ja, mijn buik. Je moet beter direct faprol leren zo. Ja, die twee faprol in je taak, hè, man. En je buikpijn. Hé, maar waar is er nou... Daar, man. Onderbroek kiezen, man. Onderbroek kiezen, ik kan. Kiezen, onderbroek, ja. Ah, oh, vissers, gelijf nog, of wat? Ja, dat moet een aan de hoek. Jij gespuit op de tapje plei. Allee, jongen. Kijk, doet dat spaghetti saus was, jongen. Dat is niet allee, jongen. Oh, je bloed bij, of wat? Dat is gewoon wat een baard, joh. Wil je nog een kebab hebben? Nee, maar daar heb ik gisteren al afgegeven. Ja, precies, dat jij erbij vandaag, Vissers, du bist ein Schwanzel. Ja, ik zie helemaal niks in dat scherm. Hallo. Welkom in Kachel en Kompeten. Nou, het zijn even dicht. Appel. Oh.
Pfizer smaren, joh. Ja, maar dat ziet er ook wel goed. Ja, hey, cheerio. Cheerio-kie. Allee, jongen, je gooit dat hier zo gewoon op de tafels en de raal. Daar heb ik een half uur voor staan aanschuiven, hè. Hey, de derde dat zijn bier niet lust. Het is nog raar, het is nog raar. Het is nog geen alcohol. Radler is geen alcohol. Radler is geen alcohol. Alle liften gesloten. Dus maar een beetje drinken, hè. Hoera die gam, hoera die madel, hoera die boom, und außer mit die wadel. Hoera die gam, hoera acht höh, heit wird's wieder richtig schön. Hoera die gam, oh, 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 hoera die gam, oh, steil, geh mal steil, heute sind die Alpen. Ich chill am 2000 Meter mit der Liegestuhl-Crew. Alpenpanorama 360 und so. Hoch über die Wolken, die Sonne, die scheint. Das taugt mir total. Ja, doch. Hüpf, 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 hüpf. Cheerio, lekker dat ik ook de camera spouwen, joh. Hé, hey, er staat al een halve liter te wachten, hè, joh. De lessen, hè? Dat is dat lessen bier van die grossen vacation met die vissers als Küchenmutti. Vissers is als Küchenmutti. Der Kök behält. Und wir saufen enkel Alkohol. And so this adventure comes to an end. What a journey it has been. Bird and Beverage, Jaap and Arnerinus have earned the title of Alpmeisters once again. Only Davis did not reach his full potential and failed miserably. Some might say he does not like to ski. They will be back next year. Bigger and better because... Durstigen Kollegen ziehen gern mal einen weg. Der Johnny steht auf Orca, der Jim trinkt immer Wim. Und Jack dem alten Sack stellt man am besten Daniels hin. Doch dann die Katastrophe, als die drei in Hamburg waren. Die Reeperbahn war zu und nach Hause keine Bahn. Ihr Durst war unerträglich, ne Kneipe war noch auf. Doch gab es dort nur Radler, da rasteten sie aus. Denn Radler ist kein Alkohol. Radler ist kein Alkohol. Kein Alkohol, Radler ist kein Alkohol, Radler ist kein Alkohol,
Mann auf Malle. Die drei sind hackedicht. Sie können nur noch lallen und kein Kellner ist in Sicht. Sie schnappen sich die Krüge von dem Kegelsportverein. Doch nach dem ersten Schluck fangen alle an zu schreien. Denn Radler ist kein Alkohol.